Goedemorgen. Goedemorgen, Mila. Wij zijn wakker vanochtend al hoor. Dit is het tweede dutje, maar er ging van alles mis op mijn website server en zo. Dus ik was er helemaal mee bezig. En toen was ik ook helemaal klaar. Maar toen ben ik maar mee gaan slapen met deze kleine. Lekker. Heerlijk. We houden ervan in het weekend. Kreker is weg. Die heeft een afspraak ergens. En die is later weer terug. En ja, dat is een lekker weekend. Knappie. Sinds we de kleine hebben, bestaat onze dag voor 3/4. We zijn uit tafels, stoelen en keuken schoonmaken. De hele dag door. Voef je eens terug kijken wat hij heeft. Air Max 1 met clutch. Deze is awesome. De original vond ik al tof, maar... Ik had dus nieuwe verf besteld voor Mila, deze. Die is wat feller, want we hadden deze, die zijn een beetje opgedroogd al. Die glitters hebben we een paar keer mee geknutseld. Dus nu deze, want er moet wat gewerkt worden. Nee, je moet 3 tekeningen maken, of 3 knutselwerkjes. Onder andere voor ome Steef, waar ze morgen heen gaat om het aan hem te geven, omdat hij jarig was. En ja, en nog 2 die gaan we per post sturen. Naar opa en oma en naar Hella. Die krijgen allemaal een mooie tekening. Oké, dus dat gaan we even maken met Mila. Eerst even eten. Tempeh-blokjes. Ik ga even snel quesadillas maken. Ik heb quesadillas gemaakt. Jammer. Wij kijken gewoon baby tv met die kleine. Ze vindt die zo leuk. Welke kleuren wil Mila? Ze wil sowieso blauw, die heeft ze net gepakt. Hop, rood. Oké. Ja? Okay. Ja? Die is meer om te mixen, denk ik. Oh! Ja, blauw weer. Ze is niet heel zeker over ja, die bruin twijfelt ze, maar... Ja, die blauw. Blauw. Ze vindt blauw en roze echt geweldig. Ja, ik wil doen we een... Volgens mij wil ze elke kleur. Maar je wil... Ja, die... Die willen we. Zij houdt echt... Het merken wel echt, dat ze echt roze is echt haar favoriet. Okay, dus we doen echt ons best om het niet zeg maar meisjes paars. Pink te doen. Je ziet maar... het gewoon. Zie je dat? Zullen we paars pakken? Ja, paars. Nee, ja. Oké. Paars en oranje is wel mooi. Kom maar. Jo, we doen... Oranje ook? Oké. Is er nog eentje die je niet wil, lieverd? Groen. Oké. Ja. Okay, die doen we er ook bij dan. Wil je geel ook of wil maar geel blijven staan? Ja, geel ja, ook. Die willen we ook. Oh, dat is mooi zeg. Ja hoor, onze artist. Wauw, kijk nou, heb je dit al helemaal zo gemaakt? Dat is voor oma Steef, dat gaat hij leuk vinden. Even een afdruk van de snoet erin gedaan. Die dingen zijn wel echt verschrikkelijk moeilijk om te openen. Ik snap het wel hoor, maar echt. Zo, ik heb mijn nagels helemaal kapot. Ik kan het toch doen hoor? Nee, nee. Deze wordt voor Hella. Dan heb ik dus. Ik heb witte blobs gedaan en dan in die blob doe je een drupje kleur. En dan wordt het een beetje pastellig. En dat is meer een beetje Hella dan ding. Oh, ik doe nu wel gewoon paars, roze en wit hoor. Ik denk dat peach een beetje te veel wordt. Zo. Tape kun je gewoon nog een keertje gebruiken. Wil jij hem weer erin? Wilde je niet ook wat peach doen? Beetje ik denk dat het een beetje te veel wordt. Dat hij dan te nat wordt. Maar ik denk wel, heel eerlijk, dat je hem nu eerst moet mixen voor de pastelkleur. Nee. Daarom heb ik hem op de witte gedaan. Zie ja, maar ik denk zijn... dat hij zo wordt gesmeerd. Kijk, ja. Maar die andere die zijn ook niet door elkaar gegaan, hè? Nee, maar die heb ik ook niet op elkaar gelegd, naast elkaar gedaan. Dit is een andere techniek. Zo. Mis. Yes. Eens even kijken wat ik hiervan heb gemaakt. Oh, je was al bezig? Ga maar. Dat. Yes. Dit is voor Hella. Kom van Tante Hella, een beetje pastel maken ervan. Die is leuk. Kijk, die kleurtjes mixen helemaal. Zie je dat? Oeh. Vind je het leuk? Dit is mooi, hè? En daar gaat de kwast. De
Ja, mooi hè. Ik ben dus een mooie tekening aan het maken, Mila. Ja. Oeh. Zo. Ja, de handafdruk. Dat is hem. Slap. Klaar. Oké. Okay. Goed gedaan, Mokko. Zo, ik ga met Mila langs bij de buurvrouw. Die ook een baby heeft gehad. Zodat de baby's even naar elkaar kunnen zwaaien. Kijk dan hoe gezellig. Ik vind echt het leukste ooit als ik dan haar haar zo nat heb gemaakt en dan daarvoor. Ik heb mijn haartjes gedaan. Hi. Ja, jongens, ze is zo groot. Er was een ander kindje bij de opvang die was een jaar. En die heeft dezelfde kledingmaat en maat van Mila. Dat is toch gek? Dat is toch bijzonder wat een grote meid jij bent? Echt een grote meid worden, hè? Kind van ons had ook niet anders verwacht, natuurlijk. Wij zijn net bij de buurvrouw geweest en hebben een speeltje gekregen. Kijk daar ook, joh. Helemaal blij mee. Ja. Huisvideo die we vandaag hebben bekeken is Touring of 44 Million Lake Tahoe Waterfront Mansion. En daarna hebben we deze gekeken. Inside a 39.5 million New York City penthouse with amazing city views. We zijn bezig met de offerte voor ons nieuwe huis qua inbouwkasten. En er komt, ik ga een stukje laten zien. Leuk! Er komt een tv-meubel zo. We zijn even aan het kijken. Want kijk, dit meubel wordt custom-made en zo. Cool. Maar dit is dan 2,30 meter met de helft een klep en de helft open. En je kan ook erop dingen zetten. Dus even te kijken of dit wel nodig is dat dit open is. Ik denk dat het op zich wel chill is. Ja, maar ik zit meer aan kleine handjes. Dit zou allemaal erop kunnen. Dus die. Maar dat is wel lelijk. Als je die eronder doet. Ja, maar je ziet het nog steeds. Ja, maar dat is wel mooi. Ik denk dat het wel lekker is hoor, als je daar open laat. Weet dat we dan. Ja, maar als die dicht is, kan je er. Heb je het ook weggewerkt? Kijk, ik snap het ook wel, want als je hem dan. Klopt wel, maar als je dan wilt gaan gebruiken, moet je altijd die klep open gaan. Ja, maar hoe vaak gebruik je plaatsspeler? Heel eerlijk. Nou, ik denk niet dat de plaatsspeler daarna zou zitten. Zou je dan iets anders doen? Ja, want hoe hoog is die? Dat stond in dat andere bestand. 40 of 50? Ja. Zal wel 40 diep zijn. Dat denk ik ook. En dan. Ja, 50 diep. Ik pak eens een plaat anders. Ik kan die andere pakken. Want zij hebben er een plaat in getekend, dus daar is zeker iets aan gedacht. Dat niet alleen. Speakers steken verder niet uit. Oh ja. Ja. Ja, ik ga even 50 diep. Even voor jullie beeldvorming. 40 is wel standaard. Is die trap, zeg maar. Nee, maar als ik die uitsparing erachter zie, dan ga ik uit van 50 inderdaad. Oké. Okay. Dus dan is het 40 hoog. Cool, hè? Dus dit hout is natuurlijk dat ene donkere en dan dit en hier met dit. Helemaal zin in. Het is veel te laat. We gaan slapen. Nou, dan rustig. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye.